Zoals mijn vader over Curaçao kan praten, dat heb ik hier eerder gehoord. Je moet eens een keer met mijn vader in de auto over het eiland rondrijden. Dan weet je pas echt hoe Curaçao is. Van de lucht, die zit nog vol. Ik heb een camera meegenomen en opnameapparatuur, want er wordt waanzinnig muziek gemaakt daar. Iedereen zong die liedjes mee. Dat was echt indrukwekkend. Ik had echt het gevoel, je bent de stem en de trots van het volk. Maar je behandelt mij niet heel anders. Daar wel. De groep die naar de stad ging, werd hier geslagen. Woo!